superleuke dag gehad. Ja, en het ging vrij vlot. Heel veel foto's gemaakt. Hele leuke plekjes. Het is natuurlijk ook een waanzinnig hotel. Immens groot, dus het kan niet anders dan dat je goede plekjes hebt. Nou, als je het over reizen hebt, ik wilde eigenlijk als klein meisje stewardess worden. Dus ja, reizen is echt ook een van mijn passies naast het zwemmen. Maar reizen, ja, het liefst naar zonnige bestemming uiteraard. Mooie witte stranden, turquoise water. Dat vind ik toch wel maar een van mijn topbestemmingen. Mooie palmbomen, zee, kabbelend. Ja, dat is fantastisch. Ja, dat vond ik het mooi eigenlijk op het moment dat ik stopte met mijn carrière. Kwamen er juist zoveel dingen op mijn pad. Van een reisprogramma mogen presenteren. En nu ben ik gevraagd als influencer. Dat ben ik eigenlijk al sinds ik zwom. Hè, dat je het gezicht bent van een product of een bedrijf. Dus influencer, presentaties voor bedrijven, motivational speaker. Dus al mijn ervaringen die ik dan kan delen met het bedrijfsleven of met de jeugd. Verder geef ik zwemclinics, verzorg openingen en het gezicht van inderdaad van bedrijven. Nu heb jij natuurlijk een aantal gouden plakken binnengehaald. Dat heeft tot gevolg dat jij nog steeds, ook buiten Nederland, wordt aangesproken erop, hè? Ja, dat komt wel eens voor, ja. Maar dat zijn dan wel echt de sport-minded mensen. Die dan echt aan de buis gekluisterd hebben gezeten. Dat ik wel eens willekeurig bijvoorbeeld in Istanbul of Zanzibar is ook gebeurd. Dat iemand naar me toe komt van, jij bent toch die zwemster in het Engels? En denk, jeetje joh, heb je ook gekeken? Dat vind ik toch best nog steeds een rare gewaarwording. Dat je, dat zoveel mensen dat hebben gezien en indruk hebben gemaakt, zeg maar, op die mensen. Maar ook in Nederland, dat ik nog steeds fanmail krijg. En dat je mensen blij hebt kunnen maken met je eigen prestatie. Dat doet mij wel deugd, ja. Je bent nu lekker een weekje op Cyprus met je moeder. Dat lijkt me fantastisch om met je moeder weg te gaan eten. Ja, dat hebben we eigenlijk altijd in ere gehouden. Dat hebben we heel vaak gedaan. Allerlei landen, van Thailand tot Cyprus ook al een keer met mama. Ibiza, Bali, van alles. En ik vind ook dat mijn moeder dat verdient. Want die heeft heel veel voor haar vier kinderen, waaronder ik, mij dan gedaan. Dus ze heeft me altijd gesupport. Dus ik vind ook dat ze dat verdient. Quality time, gewoon... lekker naar de zon en lekker genieten en op vakantie samen, ja. Waarin lijken moeder en dochter op elkaar? Ja, ik denk sowieso qua uiterlijk. Ze is zelfs een keer herkend in Australië toen ze met de trein ging. You must be the mom of Inky, right? Dus dat vind ik wel heel leuk. En wij zijn eigenlijk wel tegenpolen. Zij is echt de rots in de branding. Zij is heel timide, heel rustig en ik ben toch wel wat meer outgoing. Maar zij is wel mijn beste... vriendin toch wel. Zij weet echt wel alles over mij, van mij. We hangen echt nog dagelijks bijna aan de telefoon. Ja, dat vind ik wel heel prettig. Dat je toch nog één iemand heel erg kan vertrouwen. Dat voelt wel heel goed, ja. Als wij dit gesprek nou over 10 jaar weer doen, wat heb je dan inmiddels gedaan in de tussentijd? Oh jee, ja, geen idee. Ik ben van de carpe diem, pluk de dag. Ik heb nooit echt gepland, hè, want ik wilde vroeger... stewardess worden en ik ben uiteindelijk zwemster geworden. Dus dat lag ook niet in de planning. En ik heb ook nooit gedroomd om Olympisch kampioen te worden. Dat kwam met de jaren, dus geen idee. Ik hoop dat ik nog steeds zo gezond en gelukkig ben als dat nu ben, eigenlijk. Ja. Je hebt meegedaan aan het programma Adam zoekt Eva. Nou, die twee kandidaten zijn niet geworden. Nee, jammer. Wat zoek jij nou in een... wat is een ideale man voor jou? Moeilijk. Ik heb eigenlijk geen standaard type man waar ik op val. Want mijn exen zijn eigenlijk ook allemaal heel anders geweest. Ja, heel cliché, het moet een soort van klik zijn. En humor vind ik wel heel belangrijk, dat je echt kan lachen. Dezelfde interesses uiteraard, dus het reizen, muziekkeuze. Dat klinkt wel gelijk heel erg kritisch. daar kan ik niet echt een vinger op leggen wie dat zou moeten zijn qua type. Nee.